2021 uh, kon je ook een functie loslaten, want uh, je was uh, tot die tijd nog uh, technisch directeur. Uh, je, er kwamen wat nieuwe mensen, Ted Verleeuwen, ook Fred Rutte is bij de organisatie gekomen. Uh, ik denk dat dat best wel fijn voelde toch, om dat los te kunnen laten. Ja, dat, dat had ik niet meer kunnen doen. Ik uh, heb natuurlijk twee jaar lang die verantwoordelijkheid, ik was niet in functie, maar wel die verantwoordelijkheid gehad. Natuurlijk ook met, uh, met Nick Kersten. Een groot compliment voor hem is op zijn plaats, met hoeveel werk hij heeft verzet met zijn scouts. Uh, en daar is ook mede het succes uh, aan te danken. Dus uh, groot compliment. We hebben dat samen gedaan met onze scouts. Uh, maar dat, dat is niet meer te doen. Ik ben heel blij met de komst van Ted van Leeuwen. Natuurlijk een man met een groot internationaal netwerk. Dat blijkt ook wel uit de samenstelling van de selectie. Dat is ook echt ja. zijn, zijn kwaliteit. Als ik zie hoe hij met spelers bezig is: met lijstjes, zijn netwerk minuscuul, in alle rust. Ja, dat, dat, dat is echt. Zeg maar uh, top 6, top 8 in Nederland. Daar willen we naartoe. Dus dan moet je ook dat soort mensen binnenhalen. Ja, de in- en verkoop van spelers, het scouten, dat is echt zijn stijl. Nou, dat had ik never nooit zo gekund. Dat had ik er ook niet bij kunnen doen. Uh, dus ik ben heel blij met zijn komst. En natuurlijk ook daarnaast de rol van, uh, van Frett als adviseur in de Raad van Commissarissen. Dat zijn mensen zijn nooit tevreden. Ze willen altijd beter, altijd ontwikkelen, altijd beter willen worden. Ja, dat is wel wat wij nodig hebben. Kijk, en wat we nu doen. En dat is ook een beetje de strategie, denk ik. Is Ted Verleeuwen komt uit de top. Die weet hoe het is in de top. Fred Rutte komt uit de top. Die weet hoe het is in de top. Die lat, die moeten wij hier in de club neer gaan leggen. Nou, die leggen zij neer. En dat voor hun is het af en toe echt. Vallen de schellen van de ogen hoe wij het soms nog amateuristisch doen. Alleen wij zullen nog meer van dat soort mensen. Kijk, Scheunen halen we erbij. Die heeft wel in de top gespeeld. Die weet hoe het daar is. En die weet dus wat je ervoor moet doen om daar te komen. Nou, dat gaat ook in de tweede helft van dit seizoen gebeuren op kantoor. Nou, je noemde al uh, Lasse Schöne. Uh, kun je, je nog herinneren? 2021 wanneer het telefoontje kwam van uh, Lasse gaat tekenen? Nou, we waren er al wat langer natuurlijk van op de hoogte, omdat uh, Marcel natuurlijk, uh, ja, die, die kent Lasse gewoon ja. goed en, en Lasse kwam af en toe wel eens bij Marcel langs. En, en in, het, in dat jaar is er al een keer over gesproken. Alleen, wij wisten dat Lasse daar alleen maar voor open zou staan als de eredivisie zou zijn. Alleen ja, toen, toen, dat heeft hij zelf ook gezegd in zijn eigen documentaire. Ja, ja. Toen wij promoveerden, was daar natuurlijk snel het telefoontje van Marcel. En zijn Marcel en Ted aan de slag gegaan. En, en als je zegt dat je binnen vijf jaar naar, naar top negen wil, als je binnen vijf jaar een stabiele Eredivisieclub wil worden. als je binnen vijf jaar financieel gezonder wil worden. als je van 10 à 15 miljoen inkomsten wil. heb je wel dat soort spelers nodig die erin geloven in het project? Eén naam die ook rondging uh, was uh, Klaas-Jan Huntelaar. Ja. Maar er is nooit echt sprake geweest van de komst van Klaas Jan Huntelaar. Dat heeft Ted ook altijd aangegeven, Klaas wil nadenken. En Ted heeft ook altijd wel de verwachting gehad dat Klaas het wel goed zou vinden. Het um, was wel altijd scherp, stel dat. Maar er is eigenlijk nooit sprake van geweest. Er werd altijd gesproken als we maar handhaven. Kijk je nu ook al, durf je nu ook al te zeggen van nou, we hebben ook wel een plek in gedachten. Nou nee, want je ziet hoe kwetsbaar het is. We hebben afgelopen week, we zitten nu precies op de helft, hè. we spreken elkaar nu naar GoHead voor Willem 2. 22 punten. Nou, dan zeg je nou, als je dat een keer 2 doet, 44, doe je het uitstekend. Maar je ziet ook aan de ene kant uh, dat we best af en toe ook wel moeite hebben gehad. We moeten nog groeien, we moeten nog volledige wedstrijden kunnen spelen. Dus we zijn ook niet tevreden. Uh, maar dat wil niet zeggen dat we doelstellingen aan moeten passen. We staan er aarde voor, maar we hadden het beter voor kunnen staan. En als je dat kan pakken op het niveau waar wij naartoe willen, kun je niet tevreden zijn met waar je nu staat. Ondanks dat we nu 22 punten hebben op de helft. Uh, hadden we van tevoren voor getekend, maar als je nu ziet wat we gedaan hebben, ja, dan moeten we kritisch zijn naar onszelf. En dan moet die lat hoger. En dat is ook waar we heen willen. Wel het geloof, ook in deze technische staf, want NEC wil wel door. Ja, maar ik denk ook dat je ziet, en Ted heeft zich daar ook, en dat vind ik ook wel mooi dat we zo transparant zijn, dus ook vertrouwen. Rogier ook zit in ontwikkeling. Kan nog heel veel leren, want is een jonge trainer. Maar als je mensen als Ted Verlevoort om je heen hebt, en Fred Rutte, en je staat daarvoor open, dat vind ik wel een kwaliteit van hem, hij staat daarvoor open. Ja, dan moet je ook het vertrouwen uitspreken in hem en dan wil, wil niet zeggen dat we klaar zijn. Nee, we moeten ook in die staf weer doorontwikkelen en kijken waar we kunnen verbeteren. Maar het vertrouwen wat Ted heeft uitgesproken in hem is wel het vertrouwen van de club. Ik ben wel blij met dat vertrouwen in, in een trainer die wij ik zelf opgeleid hebben. Welkom. Dankjewel voor dit gesprek. Heel veel succes in het tweede seizoen zelf. We gaan elkaar zien. Dankjewel.